Nou, we praten hier over een arbeidswetgeving, welke dateert vanuit de jaren 1947. En als we praten over decent work, dan betekent het dat we dus sowieso onze arbeidswetgeving aan de tijd moeten aanpassen. Suriname is ook part van het decent work programma en in ILO verband. En het zou dus niet anders kunnen dat wij dus die arbeidswetgeving, welke al aantal jaren in uitvoering is, dat we die arbeidswetgeving aan de tijd gaan aanpassen aan de tijd en omstandigheden. Dus vandaar dat het belangrijk is dat de arbeidswetgeving, de Surinaamse arbeidswetgeving, wordt aangepast. Er zijn meer dan 30 nieuwe wijzigingen in de nieuwe wet. Kunt u enkele belangrijke wijzigingen aangeven? Je praat dus over de wet arbeidsomstandigheden. In deze wet is nog niet in behandeling. Die wet is aangeboden aan de Nationale Assemblée. Er is een commissie van rapporteurs benoemd. De commissie van rapporteurs is in dit geval de vaste commissie van arbeid. We zijn dus nu in de fase waarbij we de wet aan het voorbereiden zijn voor de behandeling in de Nationale Assemblée. Er zijn een aantal wijzigingen voorgesteld in deze wet door de regering, welke we dus ook als zodanig zullen behandelen. En een van de wijzigingen is dus de aanpassing van de veiligheidsvoorschriften. Veiligheidsvoorschriften die we kennen vanuit de jaren 40, 47 en zo. En het is belangrijk dat de veiligheidsvoorschriften worden aangepast aan de hedendaagse vereisten of voorwaarden voor wat betreft veiligheid op de werkplek. Een ander aspect wat ook komt bijkijken in de wet arbeidsomstandigheden is het aspect van milieu. Toch? Dus ook dat ook daarnaar wordt gekeken. En de gevaarlijke situaties die we vandaag aan de dag kennen, dat die ook worden meegenomen in de wijzigingen en als zodanig worden verwerkt in de nieuwe wet. Kijken we naar de datum van de laatste aanname, 2014. En nu weer in 2019 wordt het wederom gewijzigd. Waarom nu deze wet en niet andere wetten die reeds 30 jaar oud zijn? In 2014, in feite het jaar 2014 kenmerkt zich als het jaar waarin we de sociale wetten hebben aangenomen. Drie sociale wetten. En die drie sociale wetten zijn, noemen we dus wet minimum uurloon, wet met betrekking tot de pensioen, betaling van pensioen, wet met betrekking tot de basiszorgverzekering. Deze drie wetten zijn in samenhang aangenomen. 2014. Deze wetten hebben een werkingsperiode gehad, vooral in de periode 2015, 2016, 2017, 2018. En ja, ze werken dus, het zijn de wetten die op dit moment in place zijn. Die wet minimum uurloon is geëvalueerd in 2018 door het ministerie van Arbeid en de deskundigen. En men heeft op basis van de evaluatie, heeft de regering besloten om die wet minimum uurloon aan te passen. In dit geval een nieuwe wet aan te bieden. Waarbij we dus niet meer, als die nieuwe wet wordt aangenomen, dan hebben we geen wet minimum uurloon meer, maar dan hebben we wet minimum loon. Wat is het verschil tussen minimum uurloon en minimum loon? En waarom kiest men om over te gaan tot een minimum loon en niet voor een minimum uurloon? Inhoudelijk is er niet zoveel verschil wat betreft die wet minimum uurloon en wet minimum loon. Maar het verschil zouden we dus nu wel kunnen aangeven. In die wet minimum loon krijg je een mechanisme wat je niet hebt in die wet minimum uurloon. En deze mechanisme is die instelling van een nationale loonraad. Wat dus gaat maken dat die vaststelling van een minimumloon makkelijker gaat gebeuren. Dus dat verschil, dat is een van de verschillen met minimumuurloon. Aan de andere kant zien we dus ook dat in die wet minimumloon we dus nu een verplichting krijgen naar de werkgevers toe om bij de uitbetaling van het loon een loonslip als bewijs te geven aan de werknemer. Waar het dus eerder niet verplicht was, is het nu wel verplicht in die wet minimumloon.
Die wet minimumloon komt in de plaats van wet minimumuurloon op basis van de internationale gedragslijn. Internationaal praat men niet over minimumuurloon, praat men over minimumloon. Ook in ILO-verband. En die wet is als zodanig aangepast natuurlijk. Is er geëvalueerd en er is een mechanisme meegenomen. En er is nog een, zijn een paar dingen meegenomen met betrekking tot het bewijs, het loonbewijs. Dus nu is er een loonslap. Werkgevers zijn verplicht, dus je kan geen loon meer uitbetalen. Gewoon zonder op te geven, aan te geven hoe dus het loon eruit ziet. Toch? Hoeveel belasting wordt betaald, AOV en al die dingen daar. Alles moet dus nu opgenomen. Hoe, wat is het loon? Dat moet dus op papier staan, zodat men op basis daarvan kan afleiden als de werkgever zich houdt aan wat de wet zegt. Aan de andere kant zijn er ook in die wet minimumloon opgenomen de strafbepalingen, de sancties die kunnen toepassen, wat een beetje, wat niet echt is verwerkt in die wet minimumuurloon. Dus zo kunnen we het verschil aanmerken. Maar minimumuurloon verschilt inhoudelijk niet zoveel aan die wet minimumloon. Alleen dat er dus wel een mechanisme is meegenomen, maar het gaat dus om de aanpassing van de wet aan de internationale gedragslijnen. Wordt het er thans een minimumloon berekend en vastgesteld, wordt het minimumloon ook in de nieuwe wet aangepast? Er is geen minimumloon vastgesteld. Er is een minimumuurloon op dit moment. De wet minimumuurloon moet aangepast worden. Er is daarvoor een staatsbesluit. Het is nog niet aangepast omdat er nog discussies zijn over de uitvoering van die aanpassing. De wet minimumuurloon moet op dit moment zijn iets van 6,40 of 6,10 SRD per uur. En de aanpassing, als het staatsbesluit wordt uitgegeven, wordt geslagen om het zo te zeggen. Dan betekent het dat, dat het minimumuurloon moet worden aangepast naar 8,40 SRD. Dat heeft nog niet plaatsgevonden. Oké. Okay. Heeft u nog wat aan te geven? Nou, het enige wat ik nu kan aangeven is dat de commissie klaar is voor behandeling van de wet minimumloon in de openbare vergadering van de Nationale Assemblée. Daarvoor zullen wij als commissie natuurlijk verslag uitbrengen aan de Nationale Assemblée in huishoudelijk verband. En dan zal het parlement verder besluiten hoe wij verder gaan met de behandeling van dit wetsontwerp. Belangrijk is dat wij als commissie klaar zijn om die wet minimumloon zoals het is ingediend bij de Nationale Assemblée te behandelen in de Nationale Assemblée. Dus het voorbereidend werk hebben we als commissie reeds afgemaakt.